Oh, jongens, ik word helemaal gek. Ik word echt helemaal gek. En dan denk je misschien, ach, je bent ongeveer 20 euro kwijt. Nou, ik denk dat het wel 100 euro is. Heb jij ooit zoveel aanbiedingen gezien? Nou, ik niet hoor. 2 aanbiedingen van boven de 400 gems. 2 aanbiedingen boven de 5 euro. Ik ga alles kopen vandaag. En ik maak geen grap. Het is geen 1 april, ook al is het geen 1 april meer. Maar voordat ik alles ga kopen, moet ik jullie wel even zeggen dat jullie dit thuis niet na moeten doen. Doe het gewoon niet na. Ik bedoel, ik maak filmpjes over Brawl Stars. Dus eigenlijk is het ook een beetje mijn werk. Dus ik verdien er ook wat geld mee. Dus vandaar dat ik het ook kan kopen. Je moet mij niet als voorbeeld zien en mij na gaan doen. Je moet meer zoiets hebben van, hey, kijk naar deze sukkel op YouTube die al zijn geld verpest aan dit spelletje. Zo moet je het meer zien. Want ik krijg zo vaak comments van, ja, Harm heeft nog maar 7000 trofeeën. En kijk hoeveel knokkers die al heeft. Hij heeft al 25. Ja, jongens, ik heb inmiddels al 150 euro in het spel zitten. Logisch. Dus ja, dat moet ik er wel even bij vertellen. Want ik heb heel erg het idee dat heel veel kijkers dit misschien als voorbeeld zien. En dat is zeker niet de bedoeling. Dus dat heb ik nu gezegd. En nu ga ik lekker veel kopen. Ik wil steeds iets kopen. Dan een potje spelen. Dan weer iets kopen. En dan weer een potje spelen. Dat lijkt me leuk. En laten we beginnen met Leon. Yes. 400 gems. Dit is niet normaal. Dit gaat mijn tweede legendarische knokker zijn. Deze is flink afgeprijsd van 780 gems naar 409. Dus die gaan we kopen. Ja hoor, Leon. Kijk eens even aan. Woehoe. En we krijgen natuurlijk ook een hele leuke skin erbij. En die vind ik echt heel erg vet. Yo, kijk eens even aan. Hoe vet. Gehaaide Leon. Zo jongens, wat vind ik dit top. Dit is hartstikke mooi. Kijk eens even aan. Die klikken wij ook gelijk even aan. Met natuurlijk de mooie skin. Ja, zeker even. En we gaan gelijk even een potje showdown doen. Want ik ben heel erg benieuwd hoe goed Leon is. Ik heb natuurlijk nog nooit met Leon gespeeld. Want ik had Leon nog niet. Duh. Oh, even kijken. Hij heeft natuurlijk rapid fire. Oeh, die range jongen. Dat is echt insane, die range. Laten we gelijk even Barley killen hier. Hoppakee, die is neer. Ja hoor. En die openen we ook even. Yo, Leon is leuk man. Oké, dan gaan we jou even killen. Oh, kom op. Ga even dood. Nice, is ook dood. Oké, wat zou die ult zijn? Ik heb echt geen flauw idee wat die ult is. We gaan het gewoon proberen. Wat? Oh, je bent onzichtbaar natuurlijk. Ja, dat was het. Oh, ik ga gewoon dood. Wat doe ik? Wat doe ik? Ik ben veel te agressief. Wat ben ik aan het doen? Oké, en ik ben niet meer onzichtbaar. Maar kunnen ze mij raken als ik onzichtbaar ben? Ik heb echt geen flauw idee. Dat moet ik zo even gaan opzoeken. Oké, ik kill die Rose even. Die moet even neer. Kom op, ga jij even dood? Ga even neer. Hoppakee, kom aan. Je gaat er niet menen dat ik mijn eerste potje dood ga. Dat zou echt ongelooflijk slecht zijn. Oké, ik ga hem weer even activeren. Niemand ziet mij, niemand ziet mij, niemand ziet mij. En jij gaat hartstikke dood. Kom op. Nee, nog steeds niet. Kom op. Yes, die is neer. En de showdown. Daar zijn we dan. Let's go. Ik ga hem even aanvallen. En onzichtbaar. Wacht, kan hij mij nu aanvallen? Dat weet ik dus niet. Ziet hij mij? Hij ziet mij niet. Sowieso niet. Oké, laten we hem gauw even killen. Want ik ben er klaar mee. Oeh, yes. Oké, we hebben hem gekilled. Nice. De eerste victory is binnen. En het scheelt echt niks. En dan had ik mijn eerste potje verloren. Maar we hebben hem toch. Dus dat is nice. Nu wil ik toch even kijken wat erbij staat. Leon schiet een snel salvo van Lemetten op zijn doel. Lemetten, wat is dat? Met zijn superaanval laat hij een rookbom afgaan. Die hem tijdelijk onzichtbaar maakt. Maar volgens mij kan je hem nog wel raken, right? Ik weet het niet. Laat het even weten in de comments. Ik heb geen flauw idee. Ah, super chill. Leuk hoor. We kunnen ook nog hier wat dood. Openen, dus laten we dat gelijk even doen. Wat zal erin zitten? Please. Nee, helemaal niks. Nee. Helemaal niks. En wat zit hierin? Kom op, please. Kom op. Ook helemaal niks. En nope. Oké, dat was hem alweer. We kunnen wel Barley even gaan upgraden, dus dat ga ik gelijk even doen. Ik heb trouwens nu ook de gadget van Colt. Die is echt mega chill. Ik heb echt superveel met Colt weer gespeeld en hij is nu rang 18. Dus dat gaat lekker. Oh, er is trouwens ook iets gratis in de shop. Yo, kijk eens even aan. Had ik nog niet eens gecollect. Super nice. Laten we gelijk even doorgaan met het level 50 pakket. Oeh, die is ook heel chill. Nou, daar gaan we naar, jongens. Oh, ik ben zo benieuwd. Wat zou hierin gaan zitten? Ik ben echt benieuwd. Oké, open hem maar. Let's go. Wat zit erin? 100 edelstenen. Volgens mij krijg je dat. Ja, dat krijg je altijd natuurlijk. 900 munten en een doos. Ja, volgens mij krijgen we 4 of 3 dozen. Ik weet het niet eens. Ik heb er niet eens goed naar gekeken. Let's go, please. Laat er iets in zitten, please. Hoe grappig zou het zijn als ik nu trouwens spy krijg? Want die ga ik zo meteen ook kopen. Nope. Wacht, stond er nou 6 resterende items? Ik weet het niet. Ik heb niet goed opgelet. Ik let vandaag niet echt op. Oh, nee. We hebben wel een resterende bonus van een tokenverdubbelaar. Oké, dat was de eerste doos. Very nice. Oké, we gaan gelijk door met de tweede. Wat zit hierin? Ook wat munten. Yes, krachtpunten. Ik heb weer niet naar de resterende items gekeken, maar dat is ook wel leuk. Want dan weet ik of er iets in zit of niet. Oh, een gadget. Nice. Plakkerig papje van Barley. Volgens mij was die best wel slecht. Hij laat een kleverig brouwsel achter de pool die hij achterblijft. Oh, nee. Die is eigenlijk best wel chill. Oké. Cool. Nice.
Nice. Oké, dus we hebben weer een gadget erbij. En daar ben ik heel erg blij mee. Wat zit hierin? Ook munten. Oh, hier stond 5 resterende items. We hebben helaas geen knokken erbij. Nee! Wel hebben we krachtpunten voor Leon. En dat vind ik heel erg chill. En dat was het dan ook gelijk. Super chill. Ja, dat was eigenlijk ook een theorie van mij. Want er waren best veel mensen die commenten van... Ja, Aram, het is echt super dom dat jij die legendarische knokkers gewoon koopt. Je kan ze eigenlijk veel beter in een megadoos krijgen. Tuurlijk kan je ze beter in een megadoos krijgen. Maar jongens, ik wil niet heel veel zeggen. Maar kijk eens even die kansen. Dit slaat echt letterlijk nergens op. Je betaalt 80 gems voor één zo'n doos. En misschien in een aanbieding 40 per doos of zo. Maar dan alsnog, het slaat helemaal nergens op wat hier staat. De kans op een legendarische knokker is 0,1%. Dit slaat echt nergens op. En dit is de grootste doos die je kan kopen. Dus vandaar dat mijn theorie is dat je ongeveer 50 dozen moet openen. En dan pas eigenlijk een knokker krijgt. Misschien dat niet eens. Want 50 keer 0,1% is... Nou, wat is dat eigenlijk? Ik kan niet meer rekenen. Ik ben gestopt met school. Ja, dat is alsnog bizar weinig. Volgens mij is dat 5%, right? 5% is de kans dan. Kom op, dat slaat echt nergens op. Dat is echt best wel dikke scam, vind ik. Dus vandaar dat je eigenlijk veel betere knokken gewoon kan kopen. Het kost je wel iets van 30 euro, maar dan heb je hem wel gelijk en daarna heb je bijna alle knokkers in één keer. Want ik heb nu dus 150 euro in het spel en daarvan heb ik dus nog 1000 gems. En nou, en ik heb nu zometeen al 3 legendarische knokkers, dus ik denk echt dat dit veel beter is dan al die dozen openen. Maar ja, dozen openen is natuurlijk wel veel spannender. Laten we even lekker nog een potje met Leon spelen en daarna ga ik de volgende openen. Die range van Leon is wel echt heel nice. Daar moet ik echt meer gebruik van gaan maken. Kijk, ik kan hem nu bijvoorbeeld al raken. Super chill. Yeah, kom op. Raak hem. Nice. Oh, die is van mij, jongen. Die is van mij. En nu is hij dood. Yes. Kill hem. Helemaal top. Even een klein beetje healen. En dan gaan we weer. Hoppakee. Even 3 keer raken. Kijk, ik zou nooit in het gras gaan lopen. Maar ik ga het nu wel lekker doen. Ik sta alleen maar tegen bots en noobs. Dus ja, je kan het eigenlijk heel makkelijk overleven. Oké, ult. Hoppakee. Is niemand ziet mij. Oh, wat doe ik? Ik mis ook nog gewoon. Wat? Oké, nice. Die is neer. Nu ga ik hem even. Oh, oké, nu moet ik echt even oppassen. Want ik ben weer veel te agressief bezig. Ik ga even op hem knallen. Nice. En ik heal ook gewoon niet, heb ik geen zin in. De eerste potjes wil je gewoon zo snel mogelijk klaar hebben. Kom op, finish hem. Finish him off, mate. Finish him off. Hoppakee. En die is... Kom op, kill him. Hij is niet dood. Hij is nog steeds niet dood. Kom op. Ga nou dood. Zijn damage valt nog wel een klein beetje mee. Als je echt een goede spray hebt, natuurlijk, dan is hij wel snel dood. Maar voor de rest valt het best mee. Wacht, hij ziet me natuurlijk nu niet, hè. Oh, hij kan me ook niet raken. Hij kan me wel raken. What? Oh nee, dit gaat nog spannend worden ook. Nee, wat is dit spannend. Laat ik even ondertussen dit ding nog even openen. We hebben nog mooi de tijd ervoor. Waar is hij eigenlijk? Ik heb geen flauw idee waar hij is. Aha, daar ben je, mijn jongen. Daar ben je. Oké, nou top. Die knal ik even op hem. En we gaan nu engagen. Nice. Oké, hij kan me dus gewoon raken. Dat is goed om te weten. We hebben weer het potje gewonnen. Helemaal top. Ook Brock is een level up. Hoppakee, die gaan we ook gelijk even levelen. Ja, die gaat super snel dit. Maar ik natuurlijk al die dozen heb, dus ik kan zoveel knokkers gaan levelen nu. Allemaal rang omhoog. Oh, wat is dit nice. Dit is heerlijk, jongens. Dit is heerlijk. Weer een normaal doosje erbij. En wat zit hierin? Ook niets boeiend natuurlijk. Ja, hier zit natuurlijk helemaal niks meer in. Nu ik al die mega dozen open, moet ik niet meer verwachten dat daar iets in zit. Oké, laten we doorgaan met een speciale aanbieding van 2 mega dozen. Die ga ik natuurlijk ook kopen, want ik koop alles in de shop. Alles moet gekocht. Oh, 6, ja. Ik denk oprecht dat ik een nieuwe knokker heb. Ik denk oprecht dat ik een nieuwe knokker heb. Want volgens mij kan ik geen gadget meer krijgen. Omdat ik verder niet iets heb van rang 7, right? Oké, we gaan het checken. Ik denk dat het een mythische is. Laten we gewoon een gokje doen. Ik denk meneer P. Oké, please. Nee, wat? Ja, nog 1. Nee, wel. Nee. Oh, je baal ik zo erg van. Die gadgets, die boeien mij niet zoveel. Blijkbaar was Poco rang 7. Dat wist ik niet. Heel erg jammer. Teleurstellend dit, hoor. Teleurstellend. Wacht, ik heb die gadget ook niet eens bekeken. Maar we hebben nog een doos. Please. Ah, er zat 5 bij. Oh, dit is zo teleurstellend. Dit is zo jammer. Nou, wat zit er allemaal in? Ja, dit is... Oh, wel 2 resterende bonussen. Dat is nice. En 3 gems. Oké, thanks. Nita is ook de volgende rang. Super nice. Even kijken. Die is nu ook 7. Dus die kan ook de gadget krijgen. Zo, deze gadget is wel heel nice trouwens met die beer. Very nice. Ik wilde nog even die van Poco checken. Want ik weet ook niet wat dit is. Poco en alle bondgenoten in zijn buurt herstellen 5 seconden lang 500 gezond. What? Yo, dat is zo chill. Als je met een groepje speelt. Lekker, man. Heerlijk. Piper is ook volgende rang. Heel erg top. Weet je wat? We gaan gewoon even met Poco spelen met die gadget. Ik ben heel erg benieuwd. Gelijk ook in mijn club. Harm heeft Leon. Weet je wat ik er gewoon bij zet? Hier, dit zeg ik gewoon. Harm gooit al zijn geld weg. Bedoel je? Ah, wat stom dit. Oké, ik ga gewoon even wat mensen uitnodigen. Hoppakee. Ik nodig gewoon even wat mensen uit. Siebe Beast nodig ik ook even uit. Gaan we even knokbal doen. Oké, ik speel met 2 mensen uit mijn clan. Siebe Beast en Not Tifu. Ja,
shout-out naar jullie, jongens. Laten we gelijk gaan beginnen. Alright, daar gaan we dan. We gaan die gadget gelijk even uitproberen. Super chill als je naar hun doel toe loopt. Ja, dat je gewoon constant blijft healen. Ja, dat is gewoon cruciaal, heb ik het idee. Nice, oké. Oh, nu ben ik te dichtbij. Ja, ik was niet aan het opletten. Oeh, yes, we hebben nog net gekild. Super chill. Even mijn ult erop. Oh nee, die moest ik eerder doen. Oh, wat dom. Ik was niet aan het opletten. Hij kon in één keer aan het toekomen natuurlijk. Kijk, nu heb ik mijn gadget en ik heb mijn ult nog. Dus ik ben nu echt super OP eigenlijk. Oh, nee, dat dacht ik niet. Hoppakee, healen. Nice, die is neer. En dan gaan we weer, jongens. Hoppakee. Nou, laten we even in de aanval gaan. Laten we even scoren. Ik heb mijn gadget. Die ga ik even poppen zometeen. Weet je wat? Ik pop nu de eerste. Ik heb er toch 3. Oké, ik ben alsnog dood. Ja, je kan alsnog doodgaan. Je moet niet denken dat ik onsterfelijk ben nu. Ze scoren gewoon, man. Wat is dit? Oké, nu even focus, jongens. Even focus. Let's go. Oké, nou, die is dood. Let's go. Nou, daar gaan we weer, hoor. Hoppakee. Nice. Ik moet even healen misschien. Dat is wel even slim, denk ik. Ja, en dan gaan we weer. Oeh, hij probeert te scoren. Is hem niet gelukt, helaas. Jammer voor jou, pik, hè? Maar wij gaan nu gelijk even lekker door. Maar die Colt is heel irritant. Ik wil die Colt killen. Nice. Die is dood. Hoppakee. En dan gaan we dan. Let's go. Oké. Gadget schakelen. En scoren. Kom op. Nee. Kom op. El Primo dood. Nice. Die is neer. Hier zit er ook nog iemand in de bosjes. Oh, ze zijn allemaal dood. Ze zijn allemaal dood. Gadget in schakelen. Kom op. Nu moet het lukken, jongens. Kom op. Allemaal 500 dingen erbij de hele tijd. 500 AP. Nice. Kom op. Nee. En we scoren of niet? Ja, we scoren. Ja, nice. We hebben nog net gescoord. Super chill. Dit gaat nog spannend worden, jongens. Dit gaat super spannend worden. Kom, dan gaan we weer. Let's go. Let's go, Dio. Oeh. Kom op. Ja, die is neer. Yes. En zij zijn allemaal neer. Kom op, jongens. Go. Kom op. Even healen. Oh nee, ik moest mijn dinges bewaren. Dan kon ik hem er nu in mikken. Oh, wat doe ik? Oké, ik klikte per ongeluk. Dat was niet slim. En ik heb ook geen gadget meer. Dat is zonde. Maar we kunnen dit nog winnen. Kom op. Nee, ik ben neer. Yep. Ik moest echt mijn ult bewaren. Dan kon ik hem in één keer erin vegen gewoon. Maar ja, ik popte hem helaas. Dat was niet super slim. Ik heb mijn ult weer. Nice. Kom op, die is neer. Ja hoor, top. Nee. Oh, ja hoor. Lekker jongens. Heerlijk. We hebben dit potje gewoon heerlijk gewonnen. Nice. Ja, leuke gadget. Ik moet er alleen nog wel even met leren spelen. Dan gaan we weer naar de winkel. En er zijn er maar 2 aanbiedingen. Ja. Oké, laten we als eerst even het is april pakken. Deze. Wacht, nu moet ik wel even goed kijken wat dit is. 3 keer voordeel. Het is 1 megadoos. 700 munten en 80 gems. Nou, laten we dat gelijk even doen. Kopen met 1 tik. Hoppakee. Het is gelukt. Daar gaat mijn geld weer. Yes. 80 gems bij 700 munten. En een doosje. Kom op, please. 5 resterend. Oh, wat is dit? Dit is zonde, jongens. Dit bedoel ik dus. In die doos zit gewoon nooit iets. Er zit echt nooit iets. Die gadget, ja, die boeien me niet. Want ik kreeg dus laatst ook gewoon uit een normale doos een gadget. Dus dit is gewoon dikke scam. Dit is echt geld weggooien, dat zeg ik je eerlijk. Maar we gaan nog wel even een potje spelen. En daarna doen we de allerlaatste alweer. Ik ben heel erg benieuwd naar die gadget van Barley. Dus laten we daar even lekker mee spelen. Oké, ik ga even een potje met Barley spelen. Want ik ben heel erg benieuwd naar zijn gadget. Dus laten we even winnen met hem. Dat zou heel erg chill zijn. Hoppakee. Gelijk 2 krachtpunten te pakken. Hierboven zit iemand. Die probeer ik even te killen. Oeh, die komt hier sowieso om het hoekje. Ja, tuurlijk kom je op het hoekje. Oh, hij probeert mij te pakken. Jij probeert mij te pakken. Weet je wat? De gadget erop. Gadget erop. Oh, dat dropt onder mij. Oh, ja. Oké, hij is dood. Top. Tuurlijk dropt het onder mij. Dus als iemand dichtbij mij is, dan kan ik het alleen gebruiken, right? Oké, ik heb nu 3 krachtpunten. Dat is best wel veel voor deze showdown. Ja, hier zijn echt super weinig kisten. Oh, daar staat er ook iemand. Oeh, die is bijna dood. Ja hoor, hij is neer. En ja, ik zag al iemand anders er staan. Oh, nee. Dat ga je niet menen. Oké, die erop. Oh, nee, wat? Oh, die bom kwam volledig keihard op me, joh. Oké, ik weet niet of ik deze gadget super chill vind, want Baldi is sowieso heel kwetsbaar van dichtbij. En ja, dit sloot gewoon iemand, dus ik weet niet of deze chill is. Oh, we kunnen pijpen trouwens ook levelen. Laten we dat gelijk even doen. En B kunnen we dat ook doen. Die is kracht 6. Nice. Oeh, dan de laatste alweer, jongens. Een rip uit mijn lijf gaat dit kosten. We gaan Spike nu kopen. Laten we dit doen. Oh, die skin is ook heel vet. We gaan het gewoon doen. Lekker boeien. We klikken er gewoon. Oh, ja hoor. Let's go, met 3e legendarisch alweer. Hoppakee, nice. Oké, klik gelijk even door. En dan krijgen we die skin er ook natuurlijk bij. Sakura, hoe je het ook uitspreekt. Spike, nice. Ik klik hem gelijk even aan. Doe dit thuis trouwens niet na, want dit kostte me bijna 100 euro in totaal. Al die gems en al die deals. Zo, dit ziet er wel vet uit hoor. De 3e alweer. Very nice. Ja, dit zijn alle knokkers die ik nog moet. Ems moet ik nog hebben. Die krijg ik echt binnenkort. Die heb ik echt bijna. Mortis, Tara, Jean, Max, meneer P en Sandy. Natuurlijk. Yes. Nou, we gaan hem gelijk even proberen. Is deze een beetje chill? Ik ben heel erg benieuwd. Oké. Nou, dit doet volgens mij veel damage. Heb ik het idee. We gaan deze gelijk even collecten. En nu moeten we oppassen. Oh nee, we hoeven man niet op te passen. Van dichtbij gaan we dit sowieso winnen natuurlijk.
Hoppakee, nice. We got him. Gelijk even een beetje heal. Hij heeft niet veel HP. Dat valt me wel gelijk op. Dus we zijn best kwetsbaar. Laten we die Poco even killen hier. Oeh, hij heeft me geraakt. Nee. Oké, die... Oh, die ult is echt heel chill. Dus laten we die gelijk even proberen. Kijk, oh, hij zit erin. Oh, hij blijft er ook echt in. Wat een sukkel. Nee. En nu is hij dood. Nice. Oké, top. En laten we gelijk even doorgaan. Ik ga deze doos ook even pakken. Het is wel een beetje gevaarlijk hier tussen al die bosjes. Iemand kan zo uitspringen. Maar nogmaals, dit is het eerste potje wat ik speel. Dus dat gebeurt waarschijnlijk gewoon niet. Oh, ja. Loop hem maar lekker in. En die is ook dood. Kom op. Nee, net niet. Die er even in gooien. Oeh, die raakte hem denk ik net. Ja hoor. En neer hij gaat. Lekker Nederlands weer. Hartstikke mooi. Oké, en we gaan gelijk even de laatste pakken. Ik vind hem best chill. Hij is wel een beetje traag. Maar dat maakt niet zoveel uit natuurlijk. Ik denk dat hij ergens hier in de bosjes zit of niet. Zit hij niet in de bosjes? Oh, hij staat hier achter. Oh, daar is hij. Waarom doe je je ult? Waar slaat dat op? Oké, en hij is dood. Nou, top. Ja, die was nice. Hij doet veel damage. En die ult is natuurlijk ook super chill. Dus ook Spike hebben we nu er gewoon bij. Dit slaat helemaal nergens op. Waarschijnlijk op mijn club ook helemaal lijp. Spike ook. Nu Sandy nog. Dit is zo klote dit. Ja, check mijn clan even jongens. Dit is toch niet normaal. Deze gasten zijn allemaal zo belachelijk hoog. En heel veel van die gasten hebben nog maar 1 of misschien 2 legendarische. Echt insane. Maar goed, dit was in ieder geval de video van vandaag. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Klik op dat duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. Zou ik heel erg leuk vinden. Tot de volgende keer. Dikke doei. Dikke later.